Like zodat niemand dit ziet. En like de video dan, dan zie ik het niet. Hallo. Yeah, mensen fijn dat jullie kijken naar een nieuwe dagelijkse D-video, oftewel een Akinator. Mijn naam is Milan Knol en vandaag gaan we weer mensen zoeken met de enige echte waarzegger van het internet. Maar zoals altijd gaan we eerst even de reacties van vorige week donderdag om 7 uur checken. En deze reacties kwamen niet zomaar ergens vandaan, die kwamen niet van YouTube. Nee, deze reacties kwamen van Twitter. Namelijk hier de eerste tweet van Teumens, en die zegt: Kijk het, Milan Knol. Milan heeft het nu gezien, het is jullie gelukt. Hahaha. <laughs> <tie> en niet alleen twee mensen heeft last van de like, zodat Milan dit ziet, reacties. Nee, ook Just Ronald. Ik krijg heel veel reacties met like Milan, dat Milan ziet op HGP, The fuck. En er is één iemand die het doorheeft, de Twitch die zegt: zijn plan werkt. <tie> En niet alleen deze tweets vielen mij op, nee, er was ook iets anders wat mij opviel. Elke keer als ik iets heb gevonden met Akinator, dan complimenteer ik Akinator en zeg ik altijd: Goed gedaan Akinator! Wat? Applaus voor originaliteit! Maar we schuiven dat even helemaal aan de kant. We gaan naar de allereerste reactie die ik vandaag ga doen met jullie. Het is van vanesje het snelle paard. Wat die fik. En die zegt: zoek een unicorn. Like ze dat Milan geïrriteerd raakt. Van likes ze dat Milan. Nou, God, gloeiende. Oké, okay, we gaan beginnen. We gaan een unicorn zoeken. En je vraagt je misschien af: wat is een unicorn? Nou, dit is een unicorn. En dan denk je: Zo is dat een unicorn? Ja, dat is een unicorn. Die gaan we nu zoeken. Nou, oké. Okay, nah, 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 nah. Oftewel, een paard met één hoorn. Is je personage van het vrouwelijke geslacht? Weet ik niet. Heeft je personage echt bestaan? Nee. Nee, speelt je personage in de serie GTSD? Nee. Komt je personage uit de tv-serie? Nee. Heeft je karakter te maken met Minecraft? Nee. Heeft je personage benen of poten? Ja. Volgens mij is het zo dat een paard benen heeft, toch? En geen poten. Ik heb namelijk ooit wel eens tegen een paardenliefhebber gezegd dat paard heeft poten. En toen was diegene heel erg boos op mij, want die zei... Nee, paarden hebben benen! Je gaat niet zo in met paten. Vindt u stom! Nou, iets in die richting dan. En toen zei ik van, ja maar het is toch een dier, die hebben toch poten? Mensen hebben toch benen? Ja, maar wat jij vindt dat. Nee! Dat vindt dat niet zo! Ja, maar jij. Nee! Dat. Nou, ja, toen was ik uh, klaar met het gesprek, zeg maar. Is je personage een dier? Ja. Komt je personage voor in een videospel? Ja, vast wel, maar waarschijnlijk wel. Is je personage een kat? Nee. Leek je personage op een paard? Ja. Is je personage een eenhoorn? Ja. Um, nou, hij heeft het al geraad eigenlijk, ja. Is je personage een mens? Nee. Heeft het personage iets te maken met eenhoorns? Ja. Ik denk aan een eenhoorn. Zo, so, dat was moeilijk. Akinator. goed gedaan jongen. Nee, je gaat er niet weer doorheen met je kutkop. En dan komen we aan bij een reactie van Lucas Games. En die zegt, dit is echt super grappig. Je moet op alles ja zeggen en dan komt er iets super grappigs uit. Super grappig. Dan ga ik weer keihard lachen. Super grappig jongens. Jongens, even wachten. Dit is echt super grappig. Heeft je personage echt bestaan? Ja. Uh, is je personage een man? Ja. Uh, wat je Nederland. Ja. Mm, ja. Mm, ja. Nja, 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 nja. Oh, wat grappig. Ik denk aan iemand die altijd op ja klikt. Zo. Ah, super grappig. Gaan we doen naar de volgende reactie? En die komt van Ella Bella Blub. En die zegt: Hey Milan, zoek Bob de bouwer, want kunnen wij Aquinator verslaan? Nou, en oh. Kunnen we Akinator verslaan? Nou, en oh. Bestaat je personage echt? Nee. HET! Godgloeiende... Ik heb altijd van die kutharde niesen. Die komen zo ineens uit het niets... Zo ineens uit het niets. <laughs> en die nies die heb ik overgenomen van... Volgens mij in mijn hele familie. Want ik heb keiharde niesen elke keer. Ik zal jullie een grappig verhaal vertellen. Even compleet wat anders dan die hele Bob de Bouwe Akinatorzooi. Ik ben ooit een keer vroeger uit de klas gestuurd omdat ik hard nieste. Dat is geen grap. De kijkers die me echt al jaren volgen, die weten dit verhaal. Maar ik zat vroeger een keer in de klas. Het was volgens mij de eerste of de tweede klas. En toen moest ik twee keer keihard niezen. Maar omdat ik vroeger al een beetje de clown van de klas was... en altijd al luidru luidruchtig was... en ik was altijd aan het praten met andere mensen... dus ik was altijd al de lul... dachten ze ook dat ik dus die nies... ...nep deed. Dus ik zat in de klas en dat, dat wijf was bezig met, uh, weet ik het allemaal, dingetjes van... Uh, ...ja, dit moet je leren, dit moet je leren, ik zei, haal je bek. En het uh, was van, ah, tjoe! En toen was het, ah, pff, dat was keihard een Dus toen zei die lerares van, uh, Milan! Doe eens normaal! Dus ik zo, ja, ja, ik kan er niks aan doen, uh, sorry, ik bedoel, je kan ook gezondheid zeggen, daar niet van. Dus hij zo, nee, Milan! De klas uit! Doe even normaal! Dus ik zeg van, ja, maar mevrouw, dat zit in de familie dus de hele klas begon keihard te lachen van ah het zit in de familie ik zeg van nee maar dat is echt zo mijn oma die niet zo keihard mijn moeder die niet zo keihard dat is echt Blah! en de buurman die denkt van hoe wordt er iemand in elkaar keihard geslagen nee dat is gewoon mijn moeder die niest dus ik zeg van dat is gewoon iets wat bij ons in de familie zit, die ni we niet zo gewoon heel hard, we kunnen er niks aan doen. En toen moest ik de klas uit en toen werd ik een dag geschorst, omdat ik dus weer voor de zoveelste keer kut <laughs> deed in de klas. Dus hartstikke top. Juffrouw, als je kijkt, hé, hey, dankjewel. <laughs> maar laten we weer verder gaan waar we gebleven waren. Bob de Bouwe, heeft je personage oren? Ja. Draagt je personage schoenen? Ja. Is je personage een meisje? Nee. Draagt je personage een hoofdder? Ja. Heeft je personage een snor? Nee. Vecht je personage? Nee. Is je personage een kind? Nee. draagt je personage een helm? Ja. Heeft je personage een hamer? Ja. Vecht je personage tegen monsters? Nee. Ik denk aan Bob de Bauer: wauw, dit is echt veel te snel. Guys, jullie moeten echt met moeilijkere su suggesties komen. Probeer iemand te verzinnen die heel moeilijk is. Heel moeilijk is. Moeilijk is. Moeilijk is. Moeilijk is. Moeilijk is. Moeilijk is. Als je een woord heel vaak zegt, dan, dan he betekent het eigenlijk helemaal niks meer. Moeilijk is. Of, uh, dat is niet eens een woord, maar ik bedoel... Oké, okay. het woord moeilijk. Moeilijk, 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 moeilijk. Nu, moeilijk klinkt het nu. Dat klinkt voor geen meter. Zeg eens een woord heel vaak achter elkaar, dan klinkt het helemaal niet meer. Dat is echt zo van, wie de fuck kwam er op... Wie, wie, wie kwam op zo'n woord? Lepelaar, 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 -le lepelaar, -le lepelaar. Lepelaar. Wat de fuck is dat voor kut woord ineens? Nou, ik dwaal helemaal af. Uh, Akinator, heel goed gedaan hoor. Waag het niet. Ik zie jou graag volgende week donderdag om 7 uur voor een nieuwe Akinator. En tot nu zeg ik, tot doei. Doei. Everybody dance now. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. <laughs>